Een diverse groep jongeren kwam donderdag bij elkaar voor het jongerendebat in het stadhuis. Allereerst even, wat vonden jullie van vanavond? Ik vond het heel leuk, interessant ook. Ik vond het mooi om te zien dat nu, want ik was er vorig jaar ook bij, ik vond het mooi om te zien dat er nu ook jongere kinderen echt van een leeftijd van 13 en 14 bij worden betrokken. Dat is heel mooi om te zien. En interessante stellingen ook. Vond ik, het was leuk om het mee te maken. Iedereen heeft wel een andere mening en het is wel heel interessant om de meningen van anderen ook aan te horen. Ik vond vooral het over discriminatie, dat er toch zeg maar, nog niet genoeg wordt gedaan en dat dat aangegeven wordt. En ik vond het ook wel mooi dat zeg maar, op een gegeven moment de mevrouw van GroenLinks erbij betrokken werd. Want daardoor is er eigenlijk direct contact tussen de beleidsvormers binnen Arnhem en de mensen die de gevolgen van het beleid krijgen. Ja, ik vond het eigenlijk echt te gek, heel eerlijk gezegd. Het was een enorm volle bak. Er waren heel veel verschillende mensen met verschillende achtergronden. Het was super gemêleerd publiek. De jongeren waren betrokken. Ze luisterden naar elkaar. Ze gingen echt op een hele inhoudelijke manier met elkaar in debat. Ik vond het super waardevol. Is ook nog inhoudelijk iets wat je hebt opgestoken van vanavond? Ja, het meest bijgebleven is de stelling over of de gemeente eigenlijk actief bijdraagt aan discriminatie, het tegengaan van discriminatie. En ik vind dat vind ik wel heel erg belangrijk, dat zeg maar, discriminatie actief wordt bestreden. En dat gebeurt nog te weinig? Ik vind dat nu wel dat het te weinig gebeurt. Het ging op een gegeven moment over discriminatie. En dat vond ik wel bijzonder. Of ik vond het bijzonder om het, in elk geval het signaal vanuit de jongeren te krijgen. Dat wat de gemeente doet aan het bestrijden van discriminatie, dat zij dat niet voelen. Heeft dat u verrast? Misschien heeft het me niet zozeer verrast. Maar het is wel confronterend. Het is wel dat je denkt, goh, oké. Daar moeten we wat mee. Er staat een politici op de tribune. Wat hoop je dat die gaan doen met vanavond? Ja, dat ze meer gaan ingrijpen met discriminatie. Zoals je kon zien was de zaal bijna vol met jongens met een andere afkomst. En wij wouden ook meer dat er weer werd ingrepen voor discriminatie. Dus. Want dat gebeurt nog te weinig volgens jou? Ja, dat gebeurt er nog weinig volgens mij. Ja. Wat was voor jou een belangrijke boodschap die je hebt gehoord vanavond? Wat een belangrijke boodschap was, dat er verschillende meningen kunnen zijn. En dat we daar positief mee moeten omgaan en leren omgaan. Ze hebben hier gepraat over discriminatie. Je kunt jezelf hier uiten, je kunt hier jezelf zijn. Je kunt hier eigenlijk alles doen wat je wilt. En er wordt niet geoordeeld over je, je wordt mee in gesprek gegaan. En dat vind ik eigenlijk heel fijn. Wat wilde je vanavond overbrengen? Ja, dat mensen gewoon een mening vrij kunnen geven en zo. Vind je dat dat soms nog te weinig kan? Ja, ligt eraan. Hier kan het wel veel, maar je kan je mening niet openbaar in de hele wijk of zo gooien. Ik heb daarna een goed gesprek gehad ook en er waren echt jongeren die zeiden van zoek contact met organisaties in de wijk en rol die programma's, zij wisten ook van programma's die ik ook helemaal niet ken, maar rol die uit in de wijk. Dus in plaats van alleen die symbolen, en misschien is het ook en, dat denk ik zelf wel, zoek vooral de aansluiting in de wijk en ook in het onderwijs. Iedereen heeft wat te vertellen, het is niet alleen de jongeren met immigratieachtergrond, de jongeren aan zich heeft wat te vertellen, die heeft zijn eigen ervaringen mee. En dit is toch wel een setting waarin je laat zien van ik wil als jongere zelf mijn eigen stem inbrengen. Er moet niet over mij geoordeeld worden. Nee, ik moet die oordeel zelf vellen, want ik heb ermee te maken.